Wat moet je over stalen zenuwen beschikken om jezelf head first met tegen de 130 km per uur naar beneden te storten? Ik moet er voor geen goud aan denken om dat na te doen. De Olympische helden Kimberly Bos en Sandra Velzenboer zijn weer terug op Gelderse bodem. Gisteren kwamen ze aan op Schiphol en vanmiddag werden ze uitgebreid gehuldigd. En dat begon al in de Ridderzaal in Den Haag. Op het Binnenhof werden de sporters die met een plak uit Peking terugkwamen ontvangen door premier Rutte. Hij roemde de deur van skeletonster Kimberly Bos. Hoe Olympisch brons gevoelsmatig een als het ware gouden randje kan krijgen. Wat moet je over stalen zenuwen beschikken om jezelf head first met tegen de 130 km per uur naar beneden te storten? Ik moet er voor geen goud aan denken om dat na te doen. En zelfs niet voor Olympisch goud. Daarna was het de beurt aan Sandra Velzenboer om bewierookt te worden door de premier. Toen de Chinezen en die Zuid-Koreaanse voorbij kwamen, toen dook jij met een paar harde klappen weer op kop. De vier relay-schaatsers werden dan ook nog even speciaal in het zonnetje gezet. En Mark zei het net al, heel even verloren jullie de koppositie, maar dat was buiten Sandra Velzenboer gerekend. No way, dacht Sandra. En dus was er nog meer edelmetaal voor de gouden schaatsters. Ze kregen een lintje. Tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En natuurlijk kregen de Olympiërs ook een koninklijk onthaal op Paleis Noordeinde. Voor Kimberly Bos is het feest voorlopig nog niet klaar. Donderdag wordt ze ook nog gehuldigd in haar woonplaats Ede.